met de fiets of te voet. Veilig van huis naar school, naar de jeugdbeweging of naar de sportclub kunnen. Bo schreef een lied. Het is niet te geloven wat we moeten doorstaan om simpelweg al fietsend naar school heen te gaan. Straks zal er hier een heel belangrijk moment plaatsvinden. We gaan wat iets ondertekenen en ook ons lied zingen. Applaus voor Bo! Het is niet te geloven wat we moeten doorstaan. Om simpelweg al fietsend naar school heen te gaan. Want de fietspaden zijn veel te schaars. Dus de mensen dappen het aan hun baas. Van de weg te trotseren in het drukke verkeer. En dat kan zo niet doorgaan. Fietsen langs de straat kan toch geen kwaad. Als we werken aan een veilige stad, dan kunnen we alle met de fiets op pad. Voor een veilige baan. En dan kunnen we allemaal. Kunnen we dan allemaal? Ja! Met de gieren, met de fiets. Met de schouders, met de fiets. Met de vriendje, met de fiets. Met de oma, met de fiets. Met de voetbal, met de fiets. Met de tennis, met de fiets. Naar de hockey met de fiets. Het is zo gedaan, als een voortaan weer met de fiets gaan. Fietsen langs de straat kan toch geen kwaad. Als we werken voor de vrije straat, dan kunnen we samen met de fiets op pad. Fietsen langs de straat. En dat is Dilbeek veiliger maken voor fietser en voetganger. U weet dat er een wet bestaat dat kinderen niet met de auto mogen rijden. Wij hebben geen keuze. Of we laten ons rijden, of wij gaan te voet of met de fiets. Soms is het onze keuze. Of soms moet het van onze mama en papa. Wij, de kinderen, maar eigenlijk alle fietsen en voetgangers willen dat wel veilig kunnen doen. Jezelf platrijden is niet echt onze keuze. Er wordt al veel gedaan voor ons. In Dilbeek gaat er veel veranderen en verbeteren. Maar er is nog veel werk en alles kan beter. Voor alle scholen. Dus na de verkiezingen zouden wij heel graag Dilbeek veiliger zien voor voetgangers en fietsers. Dus alsjeblieft, laat Dilbeek veiliger maken. Wij rekenen op jullie steun. Alvast dankjewel. Goedemorgen Dilbeek! Veel dank om hier te komen om deze actie te ondersteunen. Het is een belangrijke actie. Ik ben een ouder, net als velen van u hier. Een van de belangrijkste taken voor een ouder is, volgens mij, om zijn of haar kinderen te begeleiden naar zelfstandigheid.
dat dat traject niet altijd over rozen gaat, dat is helder. Ik heb 4 kinderen en ik kan hierover meepraten. Maar er zijn ook obstakels op het pad naar zelfstandigheid die er niet zouden moeten zijn. Daar gaat deze actie over. Dit voorjaar werd onze jongste dochter van 11 jaar aangereden toen ze van school naar huis liep. Zij liep volgens de regels op het zebrapad, maar werd daar aangereden door een bus. Haar ene voet is onder de wielen van de bus gekomen. Was zij de bus een seconde later tegengekomen, had zij niet meer kunnen navertellen. Nu hebben we gevreesd voor behoud van haar voet, maar op dit moment is ze gelukkig aan het revalideren en kan zij alweer stappen. Niettemin zal ze de gevolgen haar leven lang meedragen. Dat geldt voor haar, maar in zekere zin ook voor de buschauffeur. Het droevige is dat er alleen slachtoffers zijn in dergelijke situaties. Is dit verhaal uniek? Nee, dat is het helaas niet. Onze dochter is slechts één van de vele gevallen van kinderen die bij een ongeval betrokken zijn. De gevolgen kunnen meevallen, maar die kunnen ook enorm zijn. Het is nu niet zo dat je als kind veilig bent als je aan de verkeersregels houdt. Door onveilige oversteekplaatsen, door geen of onveilige voet- en fietspaden en door slechte signalisatie is het verkeer voor een zwakke weggebruiker een Russisch roulette. Ouders willen wel, maar durven hun kinderen niet los te laten in dit verkeer. Daardoor komt er een steeds groter probleem. De vele auto's van ouders die allemaal hun kinderen wegbrengen en daarbij vaak ook nog gehaast zijn, levert nog meer onveiligheid op voor voetgangers en fietsers. Dat kan zo niet blijven. Deze negatieve spiraal kan en moet worden doorbroken. Dat kunnen we alleen gezamenlijk. Met politiek, met scholen, met ouders en met leerlingen, allemaal samen. Veiligheid voor zwakke weggebruikers moet beter gewaarborgd zijn en een prioriteit van beleid zijn. Onze actie is politiek neutraal. Ik zeg het toch nog even duidelijk. We roepen dus alle lijsttrekkers op om ons charter te ondertekenen. De veiligheid van onze kinderen op weg naar school en naar hun buitenschoolse activiteiten in Dilbeek moet beter gewaarborgd worden. En woorden zijn dan mooi, maar niet genoeg om tot snelle verandering te komen. Er moeten ook daden gesteld worden. Daarom hebben wij de scholen gevraagd om in kaart te brengen welke verkeerspunten in hun omgeving knellen en gevaarlijk zijn voor hun leerlingen. We zijn ervan overtuigd dat de scholen daar zelf een helder beeld van hebben, al dan niet in overleg met betrokken ouders en leerlingen. De lijsttrekkers die straks ons charter gaan ondertekenen verplichten zich om deze knelpunten met de betreffende scholen te bespreken, te verbeteren en om dit jaarlijks op te volgen. We verwachten dat hiermee grote vooruitgang geboekt kan worden voor de veiligheid van alle leerlingen in Dilbeek die te voet of met de fiets naar school komen. We hopen dan ook dat deze werkwijze verder wordt uitgebreid naar alle buitenschoolse activiteiten. Ik zou graag willen zeggen, Dilbeek, waar kinderen zich te voet of met de fiets veilig kunnen verplaatsen.